Het Hof van Justitie heeft vandaag tijdens een buitengewone openbare zitting 10 notarissen beëdigd. Iwan Rasoul-Baks, waarnemend president van het Hof, heeft de kandidaten de eed afgenomen en hen geïnstalleerd als notarissen voor geheel Suriname. De procureur-generaal Roy Bainaj Pandey ging in op de taken van een notaris en het beeld dat de gemeenschap van hen heeft. Hij haalde daarbij aan dat een notaris een betrouwbare functionaris moet zijn. Zowel Bainaj Pandey als waarnemend hofpresident Rasoul-Baks hielden notarissen enkele zaken voor die zijn opgenomen in de nieuwe notariswet. De notaris als openbaar ambtenaar vervult alzo een voorname maatschappelijke rol, wiens taakuitoefening in menige gevallen bepalend kan zijn voor de ontwikkeling van het individu en daardoor van de maatschappij, en niet in de laatste plaats kan door zijn taakuitoefening helpen faciliteren van de economische ontwikkeling. Hiervoor zet de notaris zijn kennis en kunde in en geeft vaak goede raad, zeker voorlichting aan partijen die hun uiterste wil dienen op te maken en daarvoor blijk geven in de akte die ten overstaan van de notaris wordt opgemaakt. De zorgplicht bij het verleiden van akten, bij het houden van veilingen, bij het verslaan daarvan en de beslissing ter zake de inschrijving van het procesverbaal van toewijzing zal u blijven achtervolgen. Die zorgplicht die daar aan de dag gelegd moet worden, zal u telkens in elke case van veiling u blijven achtervolgen. Wees u daarop bedacht. Ook bij het opmaken van het procesverbaal van zwarigheden zal dat er vaak terugkomen, want dat zijn de momenten waarbij er geschillen ontstaan. En zoals u weet, een notaris stelt recht vast over het algemeen, zonder geschil. Een overdracht, een schenking. Maar deze twee momenten van veiling en zwarigheden, daar komen de geschillen uit voort. En daar kunt u mee gesleurd worden als u niet de nodige zorgvuldigheid in acht hebt genomen. Manaf Kanhai, voorzitter van de Surinaamse Notariële Beroepsvereniging, beschrijft de beëdiging van de 10 notarissen als een historisch moment. Hij zegt dat nooit eerder zo'n grote groep notarissen in één keer is beëdigd. Het is een heel mooi moment, ook voor de SNB, de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie. Na vandaag zijn we er met 30. Ik hoop dat we de toekomst ook terug kunnen kijken naar dit historisch moment. Dat het een positieve zin zal bijdragen wat we Manaf Kanhai, voorzitter van de Surinaamse Notariële Beroepsvereniging. Hij sprak vanmorgen bij de beëdiging van 10 nieuwe notarissen tijdens een buitengewone openbare vergadering van het Hof van Justitie.